Ik ben Lottie, ik ben 9 jaar en ik zit op de witte olifant. Wat zie jij op deze foto? Dit is een meisje, ze is 10 of 11 jaar. Elke dag werkt ze heel hard. Dit noem je nou kinderarbeid. Als je goed kijkt, zie je een wondje bij haar mond. Ze is gevallen op de grond. En haar kleren zijn ook niet meer echt schoon. Daardoor kan je een beetje zien dat ze niet echt rijk is, maar meer arm. Kinderarbeid was niet leuk, daarom kijkt ze niet zo blij. Op de achtergrond zie je door de ramen een soort weiland met een meer. Waarom maakte de fotograaf de foto van dit meisje? Nou, misschien was hij zo slim om die foto te maken. En dan over 100 jaar dacht hij van, oh, dan is het vast een hele mooie foto. En dan zijn die dingen uniek, dus dan ben ik beroemd. Wanneer denk je dat het ongeveer was? Dat weet ik niet precies eigenlijk. Ik denk iets van 1954. En waar denk je dat die foto is genomen? In welk land? Ik denk eerlijk gezegd in Nederland. Waarom denk je dat? Ik weet niet zeker, maar ik heb wel van iemand gehoord dat er vroeger in Nederland best veel boerderijland was en weilanden. Dus daarom dacht ik het. En waarom moest dit meisje, denk je, werken? Kinderarbeid. Vroeger gedaan. En van wie moest ze dan werken? Nou, om geld te verdienen. Dus van haar vader en moeder. Maar volgens mij moest je op een bepaalde leeftijd vroeger werken. Ging ze dan ook naar school of ging ze alleen maar werken? Volgens mij ging ze alleen maar werken, maar ik weet het niet zeker. Wat denk je dat ze heeft gedaan nadat de foto is genomen? Mocht ze toen spelen of moest ze toen slapen? Ik denk huishouden, met haar moeder helpen, met haar eten. Ja, dat denk ik.